Het is eigenlijk een initiatief van een aantal bedrijven die zich concentreren op de gebouwschil. En die toeleveringsbedrijven die hebben nu de derde editie opgezet, waar we eigenlijk een stapje verder willen gaan nog dan het zuivere energieprestatieverhaal. Wat gebeurt er met ons comfort in zo'n energiezuinige woning? En waar moeten we daarbij op letten? En de kernthema's zijn daar eigenlijk licht, lucht en geluid. Uiteraard, een bewoner zal maar gelukkig zijn in een energiepresterende woning als het comfort in orde is. Ik denk dat de grote uitdaging is om al die parameters waar we het net over hadden, om die om te zetten en op een betaalbare manier om te zetten. Ik denk dat dat toch wel de grote uitdaging is, dat er een meerkost aan verbonden is, dat is bijna onvermijdelijk. De vraag is, hoeveel is die meerkost? Kunnen we die beperkt houden? Liefst wel natuurlijk voor de bouwheer, maar dat is toch wel geen eenvoudige klus lijkt mij. En ik denk dat daar wat creativiteit aan mag te pas komen om dat te halen.